De bakker zegt het tegen de schoenmaker. En de schoenmaker vertelt het aan de timmerman. De timmerman heeft het erover met zijn buurvrouw, mevrouw van Pradingen, met haar 10 katten. Zij bespreekt het op haar beurt de hele middag met haar zus. Kortom, iedereen is het erover eens dat het nog nooit zo koud is geweest. Ik breide een nieuwe trui met de dikste schapenwol die er is en nog bibber ik uit mijn vel, zegt mevrouw Molleboom. En al klappertanden bestelt ze 5 soesjes bij de bakker. Bovenop haar donkergrijze krullen ligt een laagje glinsterende sneeuwvlokken. Boer Bremel slaapt al 2 weken in zijn stal tussen de schapen. En in de kroeg, de koperen ketel, is er geen jenever meer te krijgen. Want meneer Ketelaar heeft alle flessen jenever zelf opgedronken om zich te verwarmen. Toch zie je door de dwarrelende sneeuwvlokken heen heel wat mensen op straat, gehuld in dikke mantels. Met 1 hand houden ze hun hoed vast, opdat die niet van hun hoofd zou waaien. Ze trotseren het gure weer, want er moet nog heel wat voorbereid worden voor vanavond. Mevrouw Groes gaat nog snel even een liter verse room halen bij de melkboer. Haar crème fraîche is om van te smullen. En meneer Hors, die wil absoluut nog pastinaak kopen bij de verkleumde groenteman. Want de familie Hors eet nu eenmaal pastinaak op oudejaarsavond. De avond valt en de straten zijn leeg en donker. Overal is het feest begonnen. Iedereen lacht, drinkt, eet en feest in warme huizen. En zo vergeet iedereen die allerkoudste dag. De kalkoen pruttelt in de oven. De champagne wordt uit de kelder gehaald. En 100 lichtjes fonkelen in de kerstboom. De straten zijn net rijen verlichte vensters met binnenin niets dan gezelligheid. Buiten hoor je nu enkel nog het fluiten van de wind en het gekraak van hondenpoten in de sneeuw. Geweest.
dat hadden ze haar niet moeten vertellen, dat had ze zelf al wel gevoeld. Schoenen heeft ze al lang niet meer. En de sokken die ze vroeger van haar oma heeft gekregen, zijn helemaal nat van de sneeuw. Haar voeten zijn een klein beetje paars. Zij heeft geen warm huis met kalkoen en champagne en een kerstboom van lichtjes. Dus blijft ze maar waar ze is. Haar vader zou toch alleen maar boos zijn. Ze heeft vandaag geen enkel zwavelstokje verkocht. De mensen zagen haar gewoon niet staan. Iedereen was zo druk in de weer. Ze rent en rent en rent tot ze niet meer weet waar ze is. Pas dan durft ze achterom kijken. De pestkoppen zijn weg, gelukkig. Ze komt wat op adem en kijkt om zich heen. Wat is het hier mooi. Allemaal grote huizen met keurige voortuintjes. Wat een mooie fontein. Het lijkt wel een plaatje uit een prentenboek. Ze drentelt door de verlaten brede straat en kijkt met open mond in het rond. Sommige huizen lijken wel een kasteel. Telkens als ze voorbij een raam komt, springt ze omhoog om een glimp op te vangen van de kerstboom met de lichtjes en de kalkoen op de tafel. Voor één raam springt ze wel 10 keer. De mensen daarbinnen lijken zo lief en aardig. Een vrouw met bruine krullen zit naast haar man op de bank. Hij rookt een pijp en zij legt haar hoofd op zijn schouder. Een jongen en een meisje krijgen cadeautjes. Hij een speelgoedauto en zij een Bob. De kinderen zijn zo ontzettend blij, ze lachen en vliegen hun ouders om de hals. Het meisje neemt haar mand met zwavelstokjes vast. Ze keert zich weg van het raam en kijkt beteuterd naar haar natte voeten. Misschien hebben die lieve mensen nog wel een cadeautje over, of een stukje van de kalkoen, of gewoon maar een paar droge sokken. Ze wandelt heel voorzichtig naar de voordeur om aan te kloppen. Haar bevroren vingers hebben de koperen ring al vast wanneer ze zich bedenkt. Waarom zouden ze een meisje helpen met zulke vuile, gescheurde kleren? Ze hebben het vast ook veel te druk met feestvieren. Oh,
ijsje maakt zich heel klein. Zo is ze toch wat beschut tegen de wind die haar neus doet bevriezen. Ze neemt haar grote mand op schoot en kijkt naar al die zwavelstokjes die ze vandaag niet heeft verkocht. Haar geldbuideltje is zo licht, ze voelt het amper liggen in haar bevroren handen. Dat durft ze thuis echt niet laten zien. Ze is doodmoe. Ze zou zo graag wat willen slapen in een warm bed met een grote sprei en heel veel zachte kussens. Maar eerst graag een kop warme melk met honing, alsjeblieft. En ook een kippenboutje, ja, graag. En als het kan ook een stuk vers brood. Oh, of een trosje druiven als het kan. God, wat heeft ze een honger. Twee huizen verderop kan je haar maag horen grommen. Toe. Heel even lijkt ze knikkebollend in te dommelen, maar dan springen haar ogen weer open. Het is veel te koud om de slaap te kunnen vatten. Kon ze zich nu maar verwarmen. Een vuurtje, hier bij dit muurtje, dat had fijn geweest. Ze kijkt naar haar mand. Als ze nu eens een zwavelstokje zou aansteken. Zou ze dan niet een klein beetje warmer krijgen? Zou er iemand iets van zeggen? Eén stokje maar. Ze heeft er tenslotte nog zoveel. Nee, dat mag ze niet doen. Hoe gaat ze dan aan de kost komen? Een bakker eet toch ook niet al zijn broden op wanneer hij honger heeft. Ze kijkt naar links. Niemand. Ze kijkt naar rechts. Niemand. Ze kijkt nog eens naar links en naar rechts. Niemand te bespeuren. Ach, één stokje. Wie zal het merken? Bibberend strijkt ze een stokje aan. En meteen voelt ze een warme gloed die haar neus doet ontdooien. Ze heeft alleen nog maar oog voor het kleine vlammetje dat wappert in de wind. Ze weet niet goed hoe het komt, maar ze wordt plots zo blij van dat kleine lichtje. Ruikt ze dat goed? De geur van gebakken aardappelen. Ze kan haar ogen bijna niet geloven, maar op haar schoot ligt niet langer haar mand met zwavelstokjes, maar een groot bord met kalkoen en boontjes en worteltjes en gebakken uien, spek, pastinaak. Ze weet niet wat eerst te eten. Yeah.
Zoals een mooie zomerdag eindigt met een hels onweer. Zoals de inkt van je pen die op is net wanneer je je mooiste woord had willen schrijven. Zoals de zon die opkomt nog voor je alle sterren hebt gezien. Zo dooft het stokje uit. En het meisje had nog lang niet alles gezien, alles geroken en alles geproefd. Ze wil zo graag terug naar waar ze was. Ze kijkt naar haar man met stokjes. De twijfel staat te lezen in haar helderblauwe ogen. Maar het is alsof kou en honger haar in het oor fluisteren wat ze moet doen. Snel steekt ze een tweede stokje aan. Onmiddellijk verschijnt er in het licht van het vlammetje een kerstboom. Het is met zekerheid de mooiste en grootste kerstboom die ze ooit heeft gezien. Er liggen zoveel cadeautjes onder. Er is er vast wel eentje bij voor haar. En ja hoor, de vriendelijke man met de pijp geeft haar het allergrootste cadeau dat onder de boom ligt. Ze kijkt hem ongelovig aan. Is dat werkelijk voor haar? Hij knikt en glimlacht. Voorzichtig scheurt het meisje het papier van het grote cadeau. Lichtjes in de kerstboom, kerstjes in de sterrennacht. Weet je waarvan ik droom? Het cadeau is verdwenen nog voor ze het heeft kunnen uitpakken. In haar handen ligt nu enkel een hoopje zachte sneeuw. Ze zucht diep. Haar adem maakt een somber rookpluimpje in de ijskoude lucht. Het is gelukkig opgehouden met sneeuwen. Ze schudt met haar hoofd en een kroontje van sneeuwvlokjes dwarrelt van haar blonde haren op haar jas. De hemel is helder nu en ze kan de maan en de sterren zien. Zelfs daarboven kan het onmogelijk nog kouder zijn dan hier, denkt ze. Ze wil daar naartoe. Ze wil daar naartoe. Ze wil overal naartoe, maar hier bij dit muurtje wil ze niet langer blijven. Het liefst van al zou ze nu gewoon bij haar oma willen zijn. Ze kijkt omhoog naar de sterrenhemel. Ze hoorde ooit eens iemand zeggen dat haar oma nu daar ergens zou zijn. Het meisje zwaait met haar harp, met haar arm heen en weer in de lucht, maar natuurlijk zwaait er niemand terug. Ze drukt haar mand dicht tegen zich aan. Niks helpt. De koude dringt door haar kleren en bereikt moeiteloos haar dunne lijfje en haar lege maag. Ze kijkt verlangend naar haar mand, maar nu twijfelt ze niet meer. Ze neemt 10 zwavelstokjes en steekt ze allemaal in één keer aan. Haar ogen, die al goed aan het duister waren gewend, worden verrast door al dat licht. En wat is het lekker warm.
Door die aangename gloed vallen haar ogen dicht. Ze kan er niks aan doen. En wat ze dan ziet, ze kan haar ogen niet geloven. Zonnestralen komen schuchter van tussen de grijze wolken piepen. En als je goed kijkt, zie je de sneeuw weer water worden. Enkele vogeltjes fluiten dapper een liedje, alsof ze zo aan iedereen willen vertellen, er is een nieuw jaar begonnen. De mensen wensen elkaar het allerbeste toe. Een goede gezondheid aan u en aan uw katten, wenst de timmerman mevrouw van Pradingen toe. Dank u wel, antwoordt ze. Ik wens van harte dat u dit jaar minder spijkers in uw duim slaat dan vorig jaar. Ze trekt haar lederen handschoenen aan en glijdt daarbij haast uit op een grote ijsplek vlak voor haar deur. Mevrouw Mollebo bestelt 5 soesjes bij de bakker en wenst dat ze even lekker zullen blijven als het voorbije jaar. En meneer Ketelaar, die wenst zichzelf nog een jenevertje toe. De mensen duffelen zich in met hun warmste wollen jassen, hun dikste, donzigste kousen en komen op straat om de geur van het nieuwe jaar op te snuiven. Maar ergens bij een muurtje tussen 2 keurige voortuintjes ligt een meisje. Het lijkt alsof ze slaapt. De zon schijnt op haar wit gezichtje en doet de sneeuwvlokjes smelten op haar gescheurde jas. Ze glimlacht. In haar handen heeft ze 10 uitgedoofde zwavelstokjes. Niemand in de buurt kent het meisje. Niemand zal ooit weten dat wat dit meisje vannacht allemaal heeft gezien. En niemand zal weten dat ze het lekkerste feestmaal ooit heeft gegeten. En helemaal niemand weet dat dit meisje vannacht bij haar lieve oma was. Die haar hand heeft vastgenomen en haar vertelde dat alles wel goed zou komen. Thank you.
bakker zegt het tegen de schoenmaker. En de schoenmaker vertelt het aan de timmerman. De timmerman heeft het erover met zijn buurvrouw, mevrouw van Pradingen, met haar 10 katten. Zij bespreekt het op haar beurt de hele middag met haar zus. Kortom, iedereen is het erover eens dat het nog nooit zo koud is geweest. Ik breide een nieuwe trui met de dikste schapenwol die er is en nog bibber ik uit mijn vel, zegt juffrouw Mollebo. En al klappertandend bestelt ze 5 soesjes bij de bakker. Bovenop haar donkergrijze krullen ligt een laagje glinsterende sneeuwvlokken. Boer Bremel slaapt al 2 weken in zijn stal tussen de schapen. En in de kroeg, de koperen ketel, is er geen jenever meer te krijgen, want meneer Ketelaar heeft alle flessen jenever zelf opgedronken om zich te verwarmen. Toch zie je door de dwarrelende sneeuwvlokken heen heel wat mensen op straat, gehuld in dikke mantels. Met 1 hand houden ze hun hoed vast, opdat die niet van hun hoofd zou waaien. Ze trotseren het gure weer, want er moet nog heel wat worden voorbereid voor vanavond. Mevrouw Groes gaat snel even een liter verse room halen bij de melkboer. Haar crème fraîche is om van te smullen. En meneer Hors, die wil absoluut nog pastinaak kopen bij de verkleumde groenteman. Want de familie Hors eet nu eenmaal pastinaak. Op oudejaarsavond. De avond valt en de straten zijn leeg en donker. Overal is het feest begonnen. Iedereen lacht, drinkt, eet en feest in warme huizen. En zo vergeet iedereen die allerkoudste dag. De kalkoen pruttelt in de oven. De champagne wordt uit de kelder gehaald en 100 lichtjes fonkelen in de kerstboom. De straten zijn net rijen verlichte vensters met binnenin niets dan gezelligheid. Buiten hoor je nu enkel nog het fluiten van de wind en het gekraak van de sneeuw onder de hondenpoten. Zelf al wel gevoeld. Schoenen heeft ze al lang niet meer. En de sokken die ze vroeger van haar oma heeft gekregen, zijn helemaal nat van de sneeuw. Haar voeten zijn een klein beetje paars. Zij heeft geen warm huis met kalkoen en champagne en een kerstboom vol lichtjes. Dus blijft ze maar waar ze is. Haar vader zou toch alleen maar boos zijn. Ze heeft vandaag geen enkel zwavelstokje verkocht. De mensen zagen haar gewoon niet staan. Iedereen was zo druk in de weer. Yes, we have a leader here. Yes, I.
Achterom kijken. De pestkoppen zijn weg, gelukkig. Ze komt wat op adem en kijkt om zich heen. Wat is het hier mooi? Allemaal grote huizen met keurige voortuintjes. Oh, wat een mooie fontein. Het lijkt wel een plaatje uit een prentenboek. Ze drentelt door de verlaten brede straat. Kijkt met open mond in het rond. Sommige huizen lijken wel een kasteel. Telkens als ze voorbij een raam komt, springt ze omhoog om een glimp op te vangen van de kerstboom met de lichtjes en de kalkoen op de tafel. Voor één raam springt ze wel 10 keer. De mensen daarbinnen lijken zo lief en zo aardig. Een vrouw met bruine krullen zit naast haar man op de bank. Hij rookt een pijp. En zij legt haar hoofd op zijn schouder. Een jongen en een meisje krijgen cadeautjes. Hij een speelgoedauto en zij een pop. De kinderen zijn zo blij met hun cadeautjes. Ze lachen en vliegen hun ouders om de hals. Het meisje neemt haar mand met de zwavelstokjes weer vast. Ze keert zich weg van het raam en kijkt beteuterd naar haar natte voeten. Misschien hebben die lieve mensen nog wel een cadeautje over of een stukje van de kalkoen. Of gewoon maar een paar droge sokken. Ze wandelt heel voorzichtig naar de voordeur om aan te kloppen. Haar bevroren vingers hebben de koperen ring al vast wanneer ze zich bedenkt. Waarom zouden ze een meisje helpen met zulke vuile gescheurde kleren? Ze hebben het vast ook veel te druk met feestvieren. Tegen de wind die haar neus doet bevriezen.
Ze neemt haar grote mand op schoot en kijkt naar al die zwavelstokjes die ze vandaag niet heeft verkocht. Haar geldbuideltje is zo licht. Ze voelt het amper liggen in haar bevroren handen. Dat durft ze thuis echt niet te laten zien. Ze is dood. Ze zou zo graag wat willen slapen in een warm bed met een grote sprei en heel veel zachte kussens. Maar eerst graag een kop warme melk met honing alsjeblieft. En misschien ook een kippenboutje. Ja, graag. En als het kan ook een stuk vers brood. Oh, of een trosje druiven als het kan. God, wat heeft ze een honger. Twee huizen verderop kan je haar maag horen grommen. Haar ogen vallen toe. Heel even lijkt ze te knikkenbollen, maar dan springen haar ogen weer open. Het is veel te koud om in slaap te kunnen vallen. Kon ze zich nu maar verwarmen. Een vuurtje, hier bij dit muurtje, dat had fijn geweest. Ze kijkt in haar mand. Als ze nu eens een zwavelstokje zou aansteken, zou ze het dan niet een klein beetje warmer krijgen? Zou er iemand iets van zeggen? Eén stokje maar. Ze heeft er tenslotte nog zoveel. Nee, dat mag ze niet doen. Hoe gaat ze dan aan de kost komen? Een bakker eet toch ook niet al zijn broden op wanneer hij honger heeft? Ze kijkt naar links. Niemand. Ze kijkt naar rechts. Niemand. Ze kijkt nog eens naar links en naar rechts. Stokje maar, wie zal het merken? Bibberend strijkt ze het stokje aan. En meteen voelt ze een warme gloed die haar neus doet ontdooien. Ze heeft alleen nog maar oog voor het kleine vlammetje dat wappert in de wind. Ze weet niet goed hoe het komt, maar ze wordt plots zo blij van dat kleine lichtje. Ruikt ze dat goed? De geur van gebakken aardappelen? Ze kan haar ogen bijna niet geloven, maar op haar schoot ligt niet langer haar mand met de zwavelstokjes, maar een groot bord met kalkoen en boontjes en worteltjes en gebakken uien en spek en pastinaak. Ze weet niet wat ze eerst moet eten. Thank you.
zomerdag die eindigt met een hels onweer. Zoals de inkt van je pen die op is wanneer je je mooiste woord wilt schrijven. Zoals de zon die opkomt nog voor je alle sterren hebt gezien. Zo dooft het stokje uit. En het meisje had nog lang niet alles gezien, alles geroken en alles geproefd. Ze wil zo graag terug naar waar ze was. Ze kijkt naar haar man met stokjes. De twijfel staat te lezen in haar helderblauwe ogen. Maar het is alsof kou en honger in haar oor fluisteren wat ze moet doen. Snel steekt ze een tweede stokje aan. Onmiddellijk verschijnt er in het licht van het vlammetje een kerstboom. Het is met zekerheid de mooiste en grootste kerstboom die ze ooit heeft gezien. Er liggen zoveel cadeautjes onder. Er is er vast wel eentje bij voor haar. En ja hoor, de vriendelijke man met de pijp geeft haar het allergrootste cadeau dat onder de boom ligt. Ze kijkt hem ongelovig aan. Is dat werkelijk voor haar? Hij knikt en glimlacht. Voorzichtig scheurt het meisje het papier van het grote cadeau. Lichtjes in de kerstboom, kerstjes in de sterrennacht. Weet je waarvan ik droom? Sneeuw naar beneden, fluister zacht. Het allergrootste cadeau is verdwenen nog voor ze het heeft kunnen uitpakken. In haar handen ligt nu enkel een hoopje zachte sneeuw. Ze zucht diep. Haar adem maakt een somber rookpluimpje in de ijskoude lucht. Het is gelukkig opgehouden met sneeuwen. Ze schudt met haar hoofd en een kroontje van sneeuwvlokjes dwarrelt van haar blonde haren op haar jas. De hemel is nu helder en ze kan de maan en de sterren zien. Zelfs daarboven kan het onmogelijk nog kouder zijn dan hier, denkt ze. Ze wil daar naartoe. Ze wil daar naartoe. Ze wil overal naartoe, maar hier bij dit muurtje wil ze niet langer blijven. Het liefst van al zou ze nu gewoon bij haar oma willen zijn. Ze kijkt omhoog naar de sterrenhemel. Ze hoort ooit eens iemand zeggen dat haar oma nu daar ergens zou zijn. Het meisje zwaait met haar arm heen en weer in de lucht, maar natuurlijk zwaait er niemand terug. Drukt haar mand dicht tegen zich aan. Niks helpt. De koude dringt door haar kleren en bereikt moeiteloos haar dunne lijfje en haar lege maag. Ze kijkt verlangend naar haar mand, maar nu twijfelt ze niet meer. Ze neemt 10 zwavelstokjes
en steekt ze allemaal in één keer aan. Haar ogen, die al goed aan het duister waren gewend, worden verrast door al dat licht. En wat is het lekker warm. Door die aangename gloed vallen haar ogen dicht. Ze kan er niks aan doen. En wat ze dan ziet. Ze kan haar ogen niet geloven. Zonnestralen komen schuchter van tussen de grijze wolken piepen. En als je goed kijkt, zie je de sneeuw weer water worden. Enkele vogeltjes fluiten dapper een liedje, alsof ze aan de mensen willen vertellen, er is een nieuw jaar begonnen. De mensen wensen elkaar het allerbeste toe. Een goede gezondheid aan u en al uw katten, wenst de timmerman mevrouw van Pradingen toe. Dank u wel, antwoordt ze. Ik wens van harte dat u dit jaar minder spijkers in uw duim slaat dan vorig jaar. Ze trekt haar lederen handschoenen aan en glijdt daarbij haast uit op een grote ijsplek voor haar deur. Mevrouw Mollebo bestelt 5 soesjes bij de bakker en wenst dat ze even lekker zullen blijven als het voorbije jaar. En meneer Ketelaar, die wenst zichzelf nog een jenevertje toe. De mensen duffelen zich in met hun warmste wollen jassen, hun dikste donzige kousen en komen op straat om de geur van het nieuwe jaar op te snuiven. Maar ergens bij een muurtje tussen 2 keurige voortuintjes ligt een meisje. Het lijkt alsof ze slaapt. De zon schijnt op haar wit gezichtje en doet de sneeuwvlokjes smelten op haar gescheurde jas. Ze glimlacht. In haar handen heeft ze 10 uitgedoofde zwavelstokjes. Niemand in de buurt kent het meisje. Niemand zal ooit weten dat dit meisje vannacht wat ze allemaal gezien heeft. En niemand zal weten dat ze het lekkerste feestmaal ooit heeft gegeten. En helemaal niemand weet dat dit meisje vannacht bij haar oma was. Die haar hand heeft vastgenomen en haar vertelde dat alles wel goed was.